Produced by Chris. Produced by Chris. Hi, hi, dit is weer de vloggie van Davy. Ik heb even mijn trui laten zien. I'm not for everyone. En die mouw is met een gaatje. En dan ga ik eventjes deze korte vlog eventjes. Ik had een aantal dingetjes die ik op de post zou doen. Als verrassing voor twee vriendinnen die ik als zus beschouw, dus best wel goede close vriendinnen. Maar ik doe dit vlogje opnemen en zodra ik die dingetjes op de post heb gedaan, doe ik hem online gooien. En dan is het afwachten zodat zij, als zij die pakketjes ontvangen hebben, kan ik het online gooien. Dus vandaar dat ik dit vlogje opgenomen heb voordat mijn haar nog even geklipt is. En even kijken dat ik zoiets had van, ja, want ik weet op zich, ik ben niet zo, hoe noem je dat, ik heb niet zoveel geduld. Maar is trouwens ook gewassen, hè? Daarom is het een beetje, hoe noem je dat, luisterig. Maar ik heb niet zoveel geduld en ik heb al een paar hints laten vallen dat ik een verrassing had gepland. Alleen ze weten niet wat het is, dus vandaar. Maar goed, had ik dit vlogje even gaan zeggen van, of laten zien. Dat jullie ook eigenlijk zien dat ik daarna kan inpakken en op zich. Maar bij de première dat je dan het gewogen kan worden en dat het dan op de rost gedaan kan worden. Ja, goed. Ik heb dit uitgelegd van wat ze alle twee een speciale betekenis hebben. Dus dan heb ik dit dingetje eerst. Er staat een hele mooie tekst op. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen of ik het lang genoeg erop houd. En dan met dat nog even een sleutelhangertje. Dus ook het spiegelbeeld, maar dat kunnen jullie ook wel zien wat er de bedoeling is of wat de tekst is. Dus vandaar. En dan moet ik die enveloppen nog krijgen. En dan gaat het op de post. Ik weet alleen niet hoe lang dat duurt. Maar ja, ik had zoiets van, ik doe er wel even een filmpje over. Want het is wel eigenlijk leuk. En dan is het op zich. Ik denk, als ik me verplaats in bij heel veel dingen. Hoe ik het zelf zou vinden, zou ik het hartstikke leuk vinden. Dus ik neem aan dat zij dat ook gewoon hebben. Dus vandaar. Maar ja. Oké, dan ga ik hem afsluiten en dan vlog hierna is dat mijn haar afgeknipt wordt. Zoals eerder vermeld dat ik niet weet hoe het met privacy zit, dat het of foto's kunnen worden. Of dat het, hoe noem je dat, ik het met een camera erop zet en dan eigenlijk, hoe noem je dat, een smiley erbij doe. En dat het hele proces wel gefilmd wordt. Dus we zullen het zien. Oké, doei doei en tot de volgende keer. En nu ik toch aan het vertellen ben, heb ik ook zoiets van met kerst. Ben ik van plan met de kerstdag. Je hebt van vertel eens. Zo'n familiespel dat je ook vragen kan beantwoorden. Diepere vragen. Dat ik zo had van, dat lijkt me ook wel leuk. Met de kerst. Ding is, en je hebt zo'n mindfulness dagboekje. Die wil ik ook wel bestellen, maar ik heb zoiets van, dat zal waarschijnlijk pas tijdens de feestdagen. En die is 30 euro per stuk, maar pas tijdens de feestdag zal die wat afgeprijsder zijn. Dus we zullen het zien. Nou ja, goed, alvast heel vroeg, maar alvast hele fijne feestdagen. En nou ja, Sinterklaas is wel dichterbij. Maar goed,
Een fijne feestdag alvast. En we zullen zien wat de reactie is van hun. Oké, doei doei. You let your nigga on his own. I want the money.